Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb een unboxing van de Boozy Shop voor je. Als je me volgt weet je dat ik in quarantaine zit omdat ik corona heb. Ben er flink ziek van geweest, maar dat is eigenlijk de eerste dag dat het beetje bij beetje een beetje beter gaat. Dit is ook al het tweede filmpje dat ik opneem. Ik heb een half uurtje geleden die van de Action opgenomen. En ik heb shoplog van de Action opgenomen. En ik heb eventjes tussendoor gerust. Want dat moet ik dus. Ik ben net een oud wijf. Gewoon een video opnemen en dan even rusten. Maar dan gaat het ook wel weer. En dan heb ik ook gewoon zin om dit lekker aan je te laten zien. Ik heb dit besteld om even mezelf te verwennen. Natuurlijk, ik hoor je denken, vrouwtje, je bent aan een nieuw huis bezig. Is het nou wel zo handig om make-up te kopen? Nee, maar aan de andere kant heb ik de afgelopen maanden best veel geld verdiend met YouTube. Met de adventskalenders. Nou ja, ik heb er echt geen winst op gemaakt hoor. Denk daar maar niet. Maar heb ik wel in principe geld over? Nou, eigenlijk ook niet. Want ik maak verlies op die kalenders. Maar ineens krijg ik dan geld binnen van de kalenders terug eigenlijk. En dan reken ik meer krijg. Wat helemaal niet is. Maar goed, ik heb er wel lekker even wat dingetjes van geshopt. Die ik ook wil gaan gebruiken op mijn YouTube kanaal. Dus in principe investeer ik dan ook weer, toch? Het is niet al te veel. Maar ik vind het wel gewoon heel erg leuk om even aan je te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En ja, ik hoop dat jij het ook heel erg leuk vindt. Er komen trouwens nog heel veel full face make-up looks aan. Maar daar moet ik even energie voor vinden om die op te nemen. En ja, weet je, full face is toch best wel ja, wat anders. Je moet heel veel editen, heel veel knippen plakken. Heel veel informatie in de beschrijvingbox en zo zetten. Dus dat vind ik toch meestal wel video's waar het meeste tijd in zit. En dat vind ik niet erg, maar dan moet je gewoon even weten. We gaan gauw beginnen. We beginnen met een papiertje. This package is happy to see you too, Boozy Shop. Nou, Boozy Shop heeft altijd leuke kaartjes. Hier vrouwtje, thanks. Hi vrouwtje, thanks. X Jenna. Hoi Jenna, dankjewel. Je alle zooitjes eruit halen. Waar ik oorspronkelijk als eerste voor ging bestellen was de I Heart Revolution Disney collectie. Ik heb er twee dingen van gekocht. Je hebt drie lijnen. Je hebt de Bella lijn, de Cinderella lijn en de Princess of, and the Frog lijn. Van die Princess and the Frog lijn, dat zijn die groene verpakkingen. Ik heb twee lijnen iets gekocht. Heb ik de liptopper gekocht. En die sprak mij wel heel erg aan. Dat is een ja, oranje-achtige koraalkleur. En dit moet dus heel erg mooi zijn als liptopper. Nou, gaan we lekker in de video uitproberen. Even kijken. Hij ruikt een beetje zoet, maar de geur is niet overheersend. Dus dat vind ik al heel erg mooi. Het is echt een topper. Je zou hem ook wel denk ik alleen als lipgloss kunnen gebruiken. Maar ik denk dat ik hem vooral heel mooi vind als topper. Dus over iets heen uiteraard. Anders had het geen topper geheten. Hetgene waar ik het meest benieuwd naar was, was dit prachtige oogschaduwpaletje uit de Cinderella lijn. Nou ja, ze hadden er drie. Ik had eerst Bella op het oog. Of in ieder geval die rode. Of die groene. Nee, die rode had ik op het oog. Die groene is wat meer voor de donkere huidjes. Maar die was dus al uitverkocht op Boozy Shop. Sowieso waren deze in no time uitverkocht op de Makeup Revolution website. Maar deze kon ik nog krijgen via Boozy Shop. Disney Cinderella. Het is ook net zo'n boekje. En kijk. Als je het dan open doet, heb je hier de oogschaduws. Kijk hoe fancy die eruit zien. Ik krijg echt kriebels van om hier lekker mee te gaan experimenteren. En dan heb je hier het gezichtsgedeelte. Met highlighters en blushes. En is dit ook een bron? Nee, dit is ook een highlighter. Ik moet zeggen dat het in de pennetjes er een beetje goedkoop uitziet. De pennetjes zelf bedoel ik dan, hè. Maar het was 16 euro. Alle prijzen zet ik trouwens even onderin. En ik kan niet helemaal uitleggen wat ik bedoel. Maar het ziet er een beetje uit als kindermake-up in de pennetjes. Maar daar mag ik misschien helemaal niet over oordelen. We gaan gewoon het lekker testen in de video. En dan gaan we kijken hoe het staat. Dan verkopen ze op Boozy Shop het merk LA Color en LA Girl. En dat is in Amerika heel erg populair. En ik zag dat ze een nieuwe oogschaduwpaletten daarvan hadden. En daar had vrouwtje wel interesse in. Nou heeft vrouwtje interesse in alle oogschaduwpaletten. Dus dat is wellicht ook wel een probleem. Ik ga hem even proberen open te maken. Dat is altijd zo crap voor je nagels. En ze hadden twee varianten. En ik heb de variant met de paarse kleuren gekozen. En dit tin was een tientje. Ook even de schermfolie eraf halen.
En kijk dan wat de mooie kleuren voor een tientje. Misschien dat ik hier ook wel een look van maak. Laat maar even weten wat je erin zou willen. Ik ben hier ook heel erg benieuwd naar de reviews. Waren in ieder geval heel erg lovend. Van deze heb ik geen reviews opgezocht. Omdat ik graag daar neutraal in wil staan. En ik ben echt heel erg aan het zweten. Ik heb het zo warm. Maar ik denk dat ik ook nog gewoon verhoging / koorts heb. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om dit te gaan proberen. En bij deze wilde ik er echt onbevangen ingang. Dat was ik aan het vertellen voordat ik weer afgeleid werd door mijn eigen gedachten. Dan had ik in Duitsland, de shoplog in Duitsland, had ik een Essence mascara gekocht. Maar die is achtergebleven bij de kassa. Daar baalde ik toen al van en eigenlijk nog steeds. Maar ik heb een nieuwe besteld. Want ik mag nou natuurlijk ook niet de deur uit om boodschappen te gaan doen of naar de kruidvat te gaan. En dat doe ik ook niet, want ik wil niemand aansteken. Maar ik kocht hem opnieuw. Nou ja, opnieuw. Ik had eerst de paarse variant. Joehoe. Ook eens. Zo, toch. De paarse variant. En nou heb ik de rozige variant gekocht. Ik weet even niet meer. Dit is de bold variant. En dan heb je ook nog de curl variant volgens mij. Maar deze wilde ik dus ook gewoon heel graag proberen. Misschien dat ik die ook wel ga proberen in combinatie met deze video. Ik ben een beetje de laatste tijd mijn crease questions heel erg kwijt. Ik weet niet hoe het komt, waar die naartoe gaan. Waar ze tussen, ik weet je, haarelastiekjes eens in de zoveel tijd. Als je aan het opruimen bent, dan vind je die. Maar mijn crease kwastjes, geen idee waar ze blijven. Dus ik heb even twee nieuwe gekocht. Maar eigenlijk is dit geen van beide wat ik bedoel. Deze is te groot. Deze. Die bedoel ik niet. Die is echt gewoon om een basis aan te leggen. En deze is te plat. Ik wil eigenlijk precies hier tussenin. Dus dit is allebei niet wat ik bedoel. Ik ga denk ik toch maar weer die van Zweef. Ik ga ermee gooien. Toch maar weer die van Zweefa bestellen. Omdat ik dat gewoon het fijnste crease kwastje ever vind. En ik heb ook die van Sigma op het oog. Maar die is weer een stukje duurder. En is ook weer misschien niet nodig. Deze komen van pas hoor. Ik bedoel, helemaal niks mis mee. Maar deze, als deze, qua vorm is deze perfect. Maar die moest een tandje kleiner zijn. Dan was het echt de ideale. En ik denk dat ik gewoon toch maar weer die van Zweefa ga bestellen. Dat ik dat toch gewoon de fijnst vind. En deze is net even iets te plat. Deze is van Bougie Shop eigen merk. En deze is van BH Cosmetics. Dus het is wel goede kwaliteit in ieder geval. Dan werd ik verliefd op de nieuwe wintercollectie van Essence. Waaronder deze. Kijk dan hoe prachtig. Ik hoop dat de camera oppikt hoe mooi dat deze is. Maar dit is dus een paars blauwachtig lakje. Met gouden glitters erin. 3 keer wauw. En ik heb hier swatches van gezien op nagels. En ik was helemaal totally in love. Hoe heet hij? Love at the Frost Sight. In plaats van at the First Sight, is het Frost Sight. Haha, leuk. Het is niet eens. Het zijn zilvergouden glittertjes die erin zitten. De kleur 741 is het. En ik was eigenlijk verliefd op die hele lijn van de nieuwe wintercollectie. Maar ja, ik had zoiets van, nee, ik koop er eentje. Waarschijnlijk ook nog een huis te moeten verbouwen en zo. Als je me volgt, weet je dat. Maar ik kon deze niet laten liggen. En ik werd ook heel erg verliefd op die rozige geur. En op die geur. Op die rozige kleur trouwens. Voor de oplettende kijken. Mijn kaarsje brandt achter me even gewoon niet. Omdat ik gewoon knijter benauwd word van kaarsen. Dus die heb ik even uitgelaten. Waar ben ik toch allemaal aan het lullen zeg. Maar goed, als je me volgt weet je dan ben je dan van me gewend. Maar ik was ook heel erg verliefd op die roze kleur. Dat was ik aan het vertellen voordat ik weer afgeleid werd. En op de geel-goudachtige kleur. En je had ook nog een paarsige variant. Maar ik heb deze meegenomen in mijn digitale mandje gedaan. Dan kon ik ook nog kiezen uit cadeautjes. Onder andere kwastjes, maar niet de kwastjes die ik zocht. En nog wat dingen, ook van die gezichtstickers zeg maar. Die je ook bij de Halloween altijd op je gezicht doet. Ja, ik heb daar niks mee. Dus ik koos voor glitters. En ik denk, dat is leuk, dat zijn glitters voor op de ogen. Maar dit zijn echt mega grove glitters. Kijk dan, dit zijn echt gewoon, dit kun je niet op je ogen doen. Ze heten face and body glitters. Maar dit zijn echt mega grote grove glitters. Ik hoop dat de camera het oppikt. Die zijn gewoon een halve
Ja, een halve centimeter? Nee, dat is niet waar. Ja, misschien wel een halve centimeter groot. Ja, dat kun je niet op je ogen doen. In ieder geval niet zonder dat het pijn gaat doen. En ik denk dat het ook niet blijft zitten op de ogen. Sorry, corona. Maar dus ja, deze gaat lekker in mijn doneertas. Ik heb een hele doneertas gemaakt met allemaal spullen die ik wil gaan doneren aan een Blijf van mijn Lijfhuis. En daar gaat deze lekker bij in. Dit was het. Het is niet al te veel, maar ik vond het gewoon leuk om mezelf even te verwennen. En even wat dingetjes voor mezelf te kopen en ook ja, voor mijn YouTube kanaal dingen uit te proberen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat ik komende week weer energie heb om een video op te nemen. Mocht dat niet zo zijn, helaas, ja, dan heb ik me niet lekker gevoeld of ben ik te druk bezig geweest. Vandaag heb ik echt een goede dag. Hoewel, als ik deze video op heb genomen, val ik weer in coma, want ik lijk heel vrolijk. En dat ben ik ook wel, maar ik ben echt kapot van 2 video's opnemen nu. Maar ik heb ook ADHD, dus ik ben ook heel erg druk. En ja, weet je, ik kan mezelf erin ook niet heel goed afremmen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot de volgende video. Doei!